Ik kan het heel goed leuk hebben met mijn vader. We lijken heel veel op elkaar. Alleen zodra er een punt van discussie ontstaat, dan lijkt er echt een oorlog te ontstaan. Oorlog? Ja. Hij vermijdt het conflict, dan is er geen conflict meer. En dan is het goed, dan ben ik een goede vader, zeg maar. Want een goede vader heeft geen conflict met zijn zoon. Ja, exact, want hij had dat wel heel veel. Ga je het doen, dit? Absoluut. Ja? Jazeker. Ja. Welke termijn? Zo snel mogelijk. Je luistert naar de Omdenken podcast. Mijn naam is Bertolt Gunster en in deze podcast ga ik in gesprek met mensen over hun problemen. Samen met hen onderzoek ik of we het probleem kunnen laten verdwijnen. Soms kun je een probleem oplossen en soms kun je een verwachting loslaten. Af en toe zul je moeten waarnemen dat je nou eenmaal een probleem hebt waar je niets aan kunt doen. En in sommige gevallen lukt het om je probleem daadwerkelijk om te denken. In deze aflevering ga ik in gesprek met Max. Hij worstelt met de relatie met zijn vader. Ze kunnen het heel goed met elkaar vinden, maar soms botsen ze ook heel erg. In het gesprek ga ik met Max op zoek naar wat er achter die botsingen zit en hoe hij daarmee om zou kunnen gaan. Welkom. Hoe heet je en wie ben je, wat doe je? Zo heel kort even. Mijn naam is Max, ik ben 24 en ik ben aan het studeren. Ik loop momenteel stage. En wat voor soort studie doe je? In welke richting moet ik zoeken? Innovatie. Ja. HBO-opleiding? HBO-opleiding, ja. Klopt, ja. Oké. Okay. Nou, dit even als een eerste beeld zo. Meteen maar naar de hamvraag. Wat is je vraagstuk? Mijn vraagstuk gaat over de relatie tussen mij en mijn vader. Mm-hmm. Ik kan het heel goed leuk hebben met mijn vader. We lijken heel veel op elkaar. Alleen zodra er een punt van discussie ontstaat, dan lijkt er echt een oorlog te ontstaan. Oorlog? Ja. Ja. Ja, het is echt, voor mij voelt het in ieder geval heel heftig. En dat is al langere tijd zo? Ja, dat houdt al wel een aantal jaren aan, ja. Ga je eens een voorbeeld geven? Het meest recent of meest heftige? Oké. Ik ga de situatie schetsen. Ja. We gaan wel eens uit eten. Mijn vader het leuk om te doen. Iedereen bij elkaar. En ja, dan zit je dus met elkaar aan tafel, lekker een gesprek aan het voeren. Nou heb ik wat last van mijn onderrug door het sporten en ik ga daarvoor naar de fysio. Mm-hmm. Dit is onderhand de derde fysio, want de fysio's daarvoor had ik niet echt het vertrouwen in. Dat merkte ik ook dat het niet tof was. Dus ik zit nou bij deze fysio en ik merk dat er wel vooruitgang in zit. Alleen als ik dat dan... Ik kan dat niet bespreken. Of dat onderwerp is heel gevoelig. Want zodra dat onderwerp ter sprake komt, dan heeft mijn vader een mening die botst met die van mij. En met welke mening had hij hier dan over? In dit concrete geval? Hij had zelf het gevoel dat die pijn in mijn onderrug niet komt door mijn fysieke inspanning, maar meer door... Ik ben nog wel iemand die veel nadenkt en... Stress. Ja, ja. Het is stress inderdaad. Hij had hij is een goede dokter op zo'n moment. Hij weet het. Ja, hij denkt het. Ja, ik zeg nou wel, hij denkt. Ja. Maar er komt dan mijn mening natuurlijk tegenovergesteld. Dus hij denkt dat het hem zit in de stress die ik ervaar. En hoe zegt hij dat dan? Hoe brengt hij dat onder woorden? Kijk, want je kan zeggen, joh, dat is gewoon stress. Dus je kan zo'n vader hebben. Je kan een vader zeggen, nou joh, nee. Max, zou het stress kunnen zijn? Wat denk jij? Hoe zegt hij dat dan? Nee, hij zegt dat... Hij laat wel eerst even mijn... Ja, niet helemaal mijn verhaal doen. En dan zegt hij, nee, dat is het niet. Ik denk dat het dat het tussen je oren zit. Ja. En dat het, ja, je hebt je prioriteiten niet op de juiste plek zitten. Omdat ik dus bezig ben met die fysio. En ik heb heel erg het gevoel dat die fysio, ja, die voorgaande twee, dat was het niet voor mij. Nou, maar uiteindelijk je prioriteiten niet op orde? In je leven überhaupt? Of, Nee, als in voor dit probleem. Ik zou meer aandacht moeten geven aan wat er zich in mijn hoofd begeeft dan wat er met mijn lichaam gebeurt. Zeg maar, je zou eerder naar een psycholoog moeten of een gesprekstherapeut, whatever. Dan dat weet hij dan op zo'n moment. Ja, ja, ja. Dat is knap. Ja. Hij is een soort helderziende, jouw vader. Ja. Toch? Ja, zo voelt het wel. Ja, dat kan. Hij kan ook zijn. Dat is dat morgen. Ja. Is dit een typerend voorbeeld dat hij jou adviseert op grond van weinig informatie? Ja. Nu we dit zeggen, komen er ook weer andere voorbeelden. Geef eens een ander voorbeeld. Nou, ik vind het dus leuk om te sporten. En daarbij komen soms dingen als supplementen kijken. Dus je kunt zo'n poedertje. Ja, bijextract. Ja, aminozuren. Ja, kijk. Ik weet het, BCAA. Ja, precies. Ja, kijk, hier. Nee. Weet je moet overal niet vanaf weten. Ja, precies. ik doe mijn onderzoek daarna op het internet. Waar heb ik iets aan? Ik koop echt niet zomaar dingen en ik stop het niet zomaar En je hoeft mij niet te overtuigen. Maar nee. Het lijkt zo bijna alsof je... Ik ben je vader niet, hè? Ik ben je vader niet. Dat klopt helemaal. Maar hij ziet dat dan gebeuren en hij ziet dan mysterieuze pakketjes met poeders en pillen allemaal binnenkomen. Nee, Max gaat dood. Ja, Max krijgt een zwel.
Ja, precies. Ja. Daar zegt hij dan niks van. Mm-hmm. Maar ik voel dat hij daar wel iets van vindt. Dus het zit in dezelfde hoek. En wanneer het dan bijvoorbeeld over die fysio gaat, dan zegt hij ook allemaal, ja, en je geeft je geld dan allemaal uit aan die poeders en aan die pillen. En daar heb je helemaal niks aan. Want dit is het probleem en dit moet je ervoor doen. Ja. Maar ik ben het niet eens met... Met zijn analyse. Het... Nee, nog exact. Met zijn probleemstelling, nog met zijn oplossing. Nee, exact. Ja. Ja. Oké, je hebt nu twee voorbeelden gegeven. Ja. Ze hebben met elkaar gemeen dat jouw vader zich ongevraagd met jou bemoeit, dan een probleem definieert en met een oplossing komt en jouw aanpak afwijst. Hè? Deze twee voorbeelden. Ja. Is dit sowieso een beetje de rode draad van jouw moeite met je vader? Of is er nog iets anders wat we nog niet in beeld gebracht hebben? Ja, dit is wel de rode draad. Wie irriteert het jou het meest? Ja. 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 Wat vind je daar erg aan? Ik denk dat ik... Ik heb hier zelf natuurlijk ook al wel over nagedacht. Ja. Wat heb je zo al nagedacht, Max? Ik vind het belangrijk dat mijn vader trots op me is. Mm-hmm. En ik merk al dat ik het, ja, als ik dit... Dit emotioneert je. Ja, het emotioneert me zeker. En dan botst het, terwijl ik er dan van echt overtuigd ben dat wat ik aan het doen ben, dat bijdraagt aan de oplossing. En hij is daar dan zo anders in. En ik heb het gevoel dat ik hem dan aan het teleurstellen ben. Mm-hmm. Dat botst dan. Want hij geeft jou op zo'n moment het gevoel dat jij het niet goed doet. En dat hij niet trots op je is. Nee, dat klopt. Ja. Heeft hij het wel eens gezegd, ik ben trots op je? Heb je het wel eens gevraagd? Hij heeft het wel eens gezegd. Ik heb het nooit gevraagd. Mm-hmm. Ik heb het nooit gevraagd. Ja, ik weet wel dat hij... Hij heeft zelf ook een moeilijke band met zijn vader gehad. Mm-hmm. En we hebben het daar wel over gehad, over dat probleem. En ik denk dat het... Want hij zegt ook wel eens, als die discussie dan die kant op lijkt te gaan... Dan zegt hij in één keer van, ik wil het er niet over hebben, we stoppen nu... Dus hij heeft het idee, als het dan gebeurt, dan vermijdt hij het liever, zodat het ophoudt. Want hij weet ook wel, dit gesprek gaat de verkeerde kant op. Ja, dat voelen we allebei natuurlijk aan. We zitten in hetzelfde vakgebied. Ik studeer voor innovatie. Mijn vader die houdt zich bezig met innovatie. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk de praktijk versus de theorie. Ja. En daar botst dat ook nog wel eens over. En ik vind het heel interessant om gewoon als twee volwassenen met elkaar te kunnen praten over wat je vindt. Je mag iedereen bij een mening hebben. Alleen respecteer de mening dan van de ander. En ik heb het gevoel dat mijn vader dat bij mij niet doet. Want zodra ik dan verkondig wat ik vind, dan zegt hij nee. Ik zit in het veld en al jaren en dat is niet hoe het is. Dan denk ik van weet je, ik denk er wel anders over. Maar en dan... Ik heb een paar lijnen hoe we dit gesprek zouden kunnen vervolgen. Ik ga ze één voor één met je delen en kijken. Hoe zou het zijn om te zeggen, ja, jij bent gewoon een jonge jongen. Je vader is gewoon een oude man. Die zit in de praktijk, heeft heel veel meegemaakt. Jij bent een nieuwe generatie. Hij geeft zijn positie niet zomaar op. Hij is deskundig, hij heeft van alles gedaan. En hij gaat de strijd met jou aan. En dat hoort zo tussen vader en zoon. Ga de strijd met hem aan en bewijs dat je kunt winnen. En op je 30ste, 35ste heb je dat gedaan. Ja. En dan is hij verslagen. Dan moet hij, dat zal hij nooit met zoveel woorden doen. Maar hoe zou het zijn om te erkennen, zo gaat dit nou eenmaal tussen vaders en zoons. Dat een zoon moet bewijzen, ik kan het ook. En hij is voor jou dus een soort bokssparringpartner. En prijs jezelf gelukkig dat hij zich niet zomaar gewonnen geeft. Want daardoor kun je ook leren. Ja. Wat vind je van die gedachte? Mm. Heb dus vrede met dit gevecht, zeg ik daarmee. Want zo gaat het tussen vader alleen, en zoon. Dat is dus ook het probleem. Hij kapt het gevecht af op een gegeven moment. Want hij hecht wel waarde aan het zijn van een goede vader. Alleen hij denkt dat hij dat kan bereiken door het conflict niet aan te gaan. En dat is wat ik wel wil. Dan vraag ik ook aan, waarom denk je dat het tussen mijn oren zit? Hoe denk je dat dat komt? Zegt hij, nee, dat is niet belangrijk. Daar ga ik niet op in. Einde. Ja. Nou, dan moet je vanaf nu zeggen, nee, pa, dan heb je gewoon het gesprek verloren nu, hè? Je hebt nu de discussie verloren. Ja. Dan geeft niks dat je ermee stopt. Je geeft gewoon over, hè? Je slaat gewoon op de mat van, ik geef me ook surrender. Ja. Kom op, pa, zeg je, kan beter. Nee, ik denk dat hij daar echt niet aan gaat toegeven. Nee, los van wat hij gaat doen, wat jou misschien rust kan geven, is te bedenken dat hij dan een discussie afkrapt. Gewoon dat hele gedoe tussen jullie, dat zou je deels mogelijk kunnen omarmen. Zo gaat dat tussen vaders en zoons. Ja. Wees blij dat je een vader hebt die het gesprek aangaat met wie je ruzie hebt. Je hebt vaders die zijn er gewoon niet, of die interesseren zich niet voor hun kinderen. Ja, dat klopt. En dit geeft allemaal wrijving en gezeik en gedoe, maar hij is er wel. Ja, dat klopt. Okay, dat is deel 1. Okay. Dus daarmee is niet alles weg. Nee. Maar dat, voor een deel kan je dan omdenken dat dit gedoe een waardevolle band is tussen een vader, een strijdende zoon. En zo gaat dat. Ja. Prijs je er gelukkig mee. Ja. Kan je dat voor dat deel zeggen? Nog niet helemaal, heb ik het idee. Nee. Ik had nog niet helemaal... Nee. Goed, dan parkeren we dat even weg. Ja. Want de andere invalshoek is waar we het eerder over hadden, over trots. Wat jou ook emotioneerde in het gesprek. Ik wil gewoon dat mijn vader trots op mij is. Hè? Kan je dat toelichten? Hmm.
Nee, ik heb het met beide ouders, maar meer met mijn vader. En ik denk dat dat ook komt omdat ik hetzelfde vakgebied inga. Ik wil totaal niet, zeg maar, het bedrijf overnemen of... Zijn bedrijf overnemen of... Dat wil ik totaal niet. Ik wil gewoon mijn eigen pad bewandelen. Zou het kunnen? Denk het niet. Niet. Op dit moment niet. Want het heeft ook te maken met gewoon die band tussen ons. Hij trekt bijvoorbeeld veel meer naar mijn jongere zus toe. We zijn met drieën thuis, dat is de middelste, zeg maar. En een zus daaronder en dan nog eentje onder? Ja, en nog een zus eronder. Twee zusjes. Dus de middelste zus, die werkt al voor mijn vader. Die studeert ook niet meer, die werkt al voor mijn vader. Mm-hmm. En die zijn heel veel samen en die overleggen dan. En dan, daar komt er ook conflict bij kijken. Maar dat gaat gewoon door. Ja. Ja. Je hebt het idee dat het tussen hun twee oké voelt en gaat ook tussen jou en je vader. Ja, maar ik denk dat dat komt omdat mijn zus meer op mijn vader lijkt dan ik. Als die band tussen jou en je vader soepeler zou zijn, zou je dan technisch, qua kennis en soort dingen die je leuk vindt... Absoluut. Ja. Oké, dat is interessant. En je zou het ook leuk vinden? Zeker. Heb je het wel eens met hem over gehad, over bedrijfsovername op termijn, langere planning? Heeft hij het met je zus wel eens over gehad? Weet ik niet. Hoe oud is je vader? 56. Ja, dus hij heeft nog wel een tijd. Hij denkt dat hij nog een hele tijd te gaan heeft. En misschien heeft hij ook nog een hele tijd te gaan. Ja, hij heeft altijd een soort strategie waarin hij iets opbouwt en het dan verkoopt. Dus misschien dat hij daarom ook... Ik denk dat hij het niet wil. Hij heeft meerdere bedrijven opgericht en verkocht hiervoor. Ja, dat is wat hij eigenlijk altijd doet. Hij verzint iets, hij maakt het en dan wanneer het op zo'n niveau is, dan probeert hij het te verkopen. Ja. Dus ik denk ook niet dat hij daarmee bezig is. Maar zo niet te min is de band met mijn zus veel intenser en dat botst ook wel. Maar die soms dan hebben ze ook samen iets gedaan, dan gaan we samen met z'n allen uit eten. Dan zegt hij, oh ja, ze heeft het zo goed gedaan en... Dan denk ik van, ja, weet je... Ben je loes op je zus? Ja en nee. Ja, als in dat ik die trots van mijn vader naar mijn zus toe voel. Dat ik denk van, ja, daar heb ik ook behoefte aan. Hmm. En nee, als in dat ik... Ik ben zelf dan nu nog aan het studeren. Zij is dat niet aan het doen. En ik heb het gevoel dat ik... ik voel me niet minder of zo dan haar. Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. We hebben met z'n allen een soort ideologie, een soort norm, dat ouders evenveel van de kinderen moeten houden en dat ze ook allemaal even waardevol moeten vinden en dat ze met allemaal een even goede band moeten hebben. Dan heb ik zelf drie zoons die alle drie totaal verschillend zijn en ik merk dat ik drie verschillende banden heb met hen, waar ik eigenlijk zo mijn eigen woorden voor heb of mijn eigen beleving ook bij heb. En die kunnen ook in de loop der jaren weer fluctueren, dat ik met de een opeens wat meer krijg, met de ander wat minder. Dus ik merk in mijn eigen leven dat als vader, dat mijn ideologie over dat je van iedereen op dezelfde manier evenveel precies gelijkwaardig moet houden, dat die niet klopt met de werkelijkheid. Nee. Stel, jij moet tot de conclusie komen over 5 of 10 jaar dat jouw vader gewoon trotser op je zus is, een betere band met haar heeft. En hij vindt jou ook wel heel erg oké, maar hij heeft dat gewoon minder met jou of anders of zo. Hè? Ja. Stel dat er dus een verschil is in ranking of beoordeling. Ja. Wat zou je daar dan van vinden? Ja, dat zou ik wel vervelend vinden, denk ik. Ja, maar laten we even in ons hoofd in de bek van de draak steken. Ja. Dan ben je daar maar op voorbereid, op het ergste. Stel dat dat gewoon echt zo is. En je ervaart dat ook. En stel dat hij in het ergste geval... Hè, de huis zegt, ja, ik hield van je, je was mijn zoon en ik ben trots op je. Maar ja, ik heb gewoon meer met je zus. Ja. Ja, ik weet niet of het dan in de trots zit dat hij trotser is op mijn zus, of dat het überhaupt gaat om trots zijn op mij. Nee, hij is gewoon trotser op je zus. Ja. Echt trots. Hij was ook wel trots op jou. Ach, je kon dingen. En ach, misschien dat niet alles eruit kwam. Dat hij dat echt zo denkt, hè? Ja. En vindt. En ook dat die mening heeft. Dat is natuurlijk, ik zeg niet dat hij dat heeft, maar dat is het worst case scenario, hè? Ja, nee, het doet wel iets met me, ja. Hmm. Het doet iets met me, ja. Ja, ik weet niet, ik zou dan toch liever de nummer 1 zijn of zo, waar die het... Ja, maar ik heb het over dat je het niet bent. Nee, dat is vervelend. Wat doet dat met je dan? Alsof ik er niet alles aan heb gedaan. Ja, vroeg aan toe, je hebt er alles aan gedaan. Jij bent 60, weet ik veel, hij is 90 of zo, ja. Hè, dan. En je moet tot de conclusie komen, je hebt er alles aan, je bent zo diep gegaan. Ah, hij vond je gewoon een lieve zoon. Er was niks mis mee met jou. Nou ja, god, je had die wijn natuurlijk niet moeten nemen. Die aanvullende supplementen. Voor de rest, discussies. Maar jouw zus, ja, dat is 2 handen op 1 buik. Ik wrijf gewoon het er nog even in. Ja, en je bent 60 en je komt tot de conclusie dat zo is. Ja, dan is het zo, ja. Als ze meer naar elkaar toe trekken dan, ja. Ja, wat kan ik daar dan, ja, wat voel ik daarbij? Het is een apart. Nou, je zit net nog te vragen, wat kan ik daaraan doen? Je zit wanhopig te zoeken dat je het op wil lossen. Ik leg dus bij jou neer dat je het niet opgelost hebt, dat je er alles aan gedaan hebt en het niet gelukt is. Jij wil daar van weg van dat punt. Jouw brein wil nu alsnog zoeken, hoe krijg je het dan toch opgelost? Ja. Maar ik confronteer je met het ergste dat je het niet opgelost hebt.
Je hebt dat gewoon niet opgelost, Max. Ja, en dan? Je was zeg maar een middelmatige zoon. Middelmatige, ja, Max. Iets, ja, onder de middelmaat eigenlijk. Voor hem, in zijn beleving. Ja, ja, ik, ja. Los van wat je zelf van jezelf ja, vindt. Ja, of wat je vrouw van jou vindt. Of jouw kinderen. Hij vindt dat. Ja. Onbehagelijk. Ja, dat is niet, ja, leuk, nee. Maar het behoort, feitelijk gezien, zou dit tot de mogelijkheden kunnen behoren. Ja. Ja. Hoe zou het dan zijn om dit om te draaien en te zeggen, wat ik in mijn macht heb, is of ik trots ben op mijn vader, ja of nee. Dat ligt in mijn macht. Ik kan trots zijn op hem of niet zo. Dat bepaal ik. Ik ga de komende tijd voor mezelf onderzoeken hoe trots ben ik eigenlijk op mijn vader. In hoe die is en wat hij doet. En dat zeg ik ook. Dat breng ik onder woorden. Want dat heb ik in mijn macht. Pa, joh, we hebben ruzie en zo gezeik, zeg maar. Hoe jij dat doet met mij en hoe, ik weet hoe jouw vader hoe dat was. En denk, gast, je hebt het goed gedaan. En ik hoop dus dat jij dat onder woorden brengt. Dat, ja, heb je in je macht. Ja, dat klopt. En hoe zou het dan zijn om jezelf ervan te bevrijden, vanaf vandaag, de rest van je leven, hoe trots jouw vader op jou is? Joh, dat is, tuurlijk wil je dat als kind, ieder kind wil dat zijn vader en moeder super trots zijn. Dus dat wil je. Ja. Maar dat ligt niet in je macht. Wie weet klikt het niet, wie weet ziet hij dingen niet in jouw talenten die anderen wel zien. Whatever. Maar je hebt wel in de hand wie jij bent en wat je doet. En allerlei andere relaties met mensen heb je wel in de hand. En er zullen mogelijk andere mensen zijn die trots zijn op jou. Ja. En in ieder geval kan je er zelf mee beginnen met trots te zijn op jezelf. Dus dat je dat gewoon laat vallen als doel. Dat je jezelf onthecht van, ja, het resultaat. Ja. Je moet diep zuchten, zie je? Ja, ja. Ik merk ook wat je net al zei van, jouw brein wil nog die kant op. Ik denk dat dan wel aardig veel moeite gaat kosten. Maar je mag het blijven doen. Ik wil ook dat je het blijft doen. Maar ja, dat is ook nog een invalshoek die ik ook nog over heb staan. Van, als je dan wil dat je vader trots op je is, bewijs het. Laat het dan maar zien. Kom dan maar. Zie het als een enorme uitdaging. Ja. Dat kun je blijven doen. Maar ik bereid je nu voor op. Net zoals, kijk, als je voetbalwedstrijd gaat spelen, wil je natuurlijk heel graag winnen. Maar een voetbalteam wat zo slecht tegen zijn verlies kan, dat het daar niet mee kan leven, zal waarschijnlijk minder kans hebben om te winnen. Omdat ze zo gebiologeerd zijn door het verlies, dat ze niet vrijuit spelen. Zo zou het zijn als je dit spel met je vader vrijuit zou kunnen spelen. Ik ga laten zien dat hij fucking trots op mij kan zijn. En daar ga ik mijn best voor doen. Maar als hij niet is, doei, daar ben ik van onthecht. Ik kan leven met als dat niet lukt. Ja, het is even een... ik moet het even laten binnenkomen, bezinken, zeg maar. Ja. Ja, zo had ik het nooit... Ja, dus ik moet eigenlijk het gevoel dat hij trots op mij moet zijn loslaten, ja, zeg maar. Wel ernaar blijven streven. Ja. Daar is niks mis mee. Want jullie hebben ook een levende relatie. Ja, ja, dat klopt. Jullie dat zijn in gesprek met elkaar. En, kijk, als dat nou zo is dat hij onverschillig was of alleen maar nare dingen zijn. Ja. Maar er is heel veel levende verbinding tussen jullie, zeg, zeker, maar. De kunst is het gevecht aan te gaan, het doel ook te stellen, maar onthecht te zijn van het resultaat tegelijkertijd. Ja, waardoor je misschien beter je doel kan behalen. Ja, maar dat moet je dan niet willen doen om het dan per se te moeten behalen, nee, maar het leuk is om het te behalen. Ja, exact. Verder niks. Nee. Oké, deze gedachte is aan het bezinken zo. Ja, ja, inderdaad. Ik heb mijn af en toe vertel ik zo eens wat dingen. Dat, ja, dat hoort bij deze podcast, ja, vorm, dat het niet een begeleide gesprek is, vraag-antwoord. Nee. Op een gegeven moment deed mijn vrouw een soort opleiding met reading en healing-achtige dingen. Ze zei, nou, doe maar een sessie met mij, dat vind ik wel leuk. Toen ging het over mijn vader. En mijn vader was ambitieus, veel eisend, competitief. Maar ik had ook een hele goede band met hem. Dus ik zie veel overeenkomsten, ja, met jouw vader. En, maar op een gegeven moment, het beeld wat ik had, was dat hij zo half achter mij stond met een soort zwaard van blauw ijzer of staal, scherp geslepen, ja, en achter mij. En ik had het gevoel alsof dat een zwaard was wat mij kon onthoven, zo'n beeld. Dat lat lag hoog, zeg maar. Ja, heel hoog, heel veel eisen. Maar ik zag het als een bedreiging voor mij, of een aanval op mij, of kritiek op mij. Of, in ieder geval was het een beangstigend beeld. En in die sessie, reading, dacht ik van ja, ik kan dat zien als een vijandelijke kracht. Maar ik kan ook zeggen bedankt. En toen reikte ik mijn hand uit en hij gaf mij dat zwaard. En dacht ik zo, dit is voor mij. En al deze energie kan ik gebruiken in mijn voordeel om net zo ambitieus en veel eisend te zijn voor mezelf. Wat ik leuk, het is ontzettend leuk om ambitieus en veel eisend te zijn. En dat is dus niet een gevaar tegen mij, maar ik kan het ook zien als een kracht voor mij. Ja, exact. En dat vond ik voor mezelf een heel onvoorstelbaar bevrijdende gedachte. Ja, ik ben het nu aan het toepassen op mijn eigen scenario. Het is ook niet dat ik niet op mijn vader lijk. Ik heb heel veel gelijkenis. Maar dat is het probleem. Want ik ben zelf ook zo, ik streef ook naar het beste en ik wil ook graag mijn doelen bereiken. En ik ben echt super perfectionistisch. Ik denk veel na, ik zie veel gelijkenis. Maar ik denk dat het juist daarom ook wel botst. En als ik dan aan het zwaard overgeven denk, dan... Dat is een beeld waarin die kracht dus niet meer botst. Nee. Maar waarin jij een voortzetting bent van de familielijn, van zijn vader, jouw vader en, ja, nu jij. En dat je al die ambitie gebruikt als grondstof om zelf te schitteren, carrière te maken, het beste uit jezelf te halen. Ook hoe je het ook maar onder woorden wil brengen. Ja, toch. Ik hoor mezelf gaan denken van ja, die confrontatie die is toch
iets moeilijks of zo. Ik heb het proberen te ontlopen, omdat ik gewoon zoiets had van, heel de wereld vrede, niks aan de hand. Maar dan gaat het zeg maar knagen ook. Mm-hmm. Dat zou ik nou dan niet gaan doen. Ik zou het wel blijven doen, maar dan met het idee dat ik geen waarde aan moet hechten of hij trots is of niet. Dat is het idee. Mm-hmm. Toch? Ja, mogelijk kan je dan op het moment dat er weer een confrontatie is en jij merkt dat jij door wil gaan, terwijl hij wil stoppen, dan zeg je, joh, dan stop wie toch. Komt de andere keer wel weer terug, dit. Ik ben echt benieuwd hoe dat gaat zijn in de praktijk. Maar dat je zegt, oh joh, dan stoppen we hier. Ik ben echt benieuwd hoe die daarop gaat reageren. Ik probeer me het in te beelden. Wat zie je dan voor je? Een soort wapenstilstand of zo. Het zou totaal nieuw gedrag zijn, heb ik het idee. Ja, het zou het patroon wel doorbreken, denk ik. En wie weet dat hij dan zegt, nee, ik wil erover doorpraten. Dat jij zegt, nee joh. Dat kan ik me echt niet voorstellen, eigenlijk. Ja. Na al die, al die keren kan ik me daar niet echt iets bij voorstellen. Ik adviseer Max om hier de strategie van het rolverwisselen toe te passen. Het is een van de 15 omdenkstrategieën die ik beschrijf in mijn boek De Techniek van het Omdenken. De essentie van deze strategie is dat je een bestaand rolpatroon doorbreekt door in de rol van de ander te stappen. En door dat te doen, forceer je de ander hetzelfde te doen. De ander neemt op zijn beurt jouw rol in. Je wisselt als het ware van rol. Het vereist wat acteerwerk en een portie lef, maar het is een prachtige manier om patronen waar je samen al jaren in vastzit, ineens te doorbreken en te veranderen. Voor hem is het gewoon, ik doe het niet, dus dan doe ik het goed. Dat is de logica voor hem, denk ik. Zeg maar, hij vermijdt het conflict, dan is er geen conflict meer en dan ben ik een goede vader. Want een goede vader heeft geen conflicten met zijn zoon. Ja, want hij had dat wel heel veel. Hij had veel conflicten. Oké, dit is nog wel een belangrijk stukje informatie. Hij had heel veel conflicten, want hij heeft ook het bedrijf van zijn vader overgenomen. En uiteindelijk was hij directeur, maar is hij ontslagen door zijn eigen vader. Wow, daar kom je nou mee, Max. Dit geeft wel allemaal een nieuw licht op de hele situatie. Ja, misschien had ik iets meer moeten toelichten. Nee, dat geeft niet. Ik moet ook goed vragen. Goed vragen. Hij is zwaar, dat kan je wel zeggen, getraumatiseerd door wat hij met zijn vader heeft. Die fout wil hij niet alsnog maken. Nee, ik denk dat het in zijn hoofd zo zit van, als ik nou het conflict met mijn zoon aanga, Dan gaat het weer mis. Wat zielig, wat erg voor hem. Ja, dat vind ik ook. Ik wou dat het... Voel je daar sympathie voor, als je dit zonder woorden brengt? Hoe denk je dat het voor hem moet zijn? Ik denk heel vervelend, heel benauwend, dat hij daar heel tijd mee wordt geconfronteerd als hij met mij... Ik denk dat dat ook het verschil is, nou ik eraan denk met mijn zusje, want dat is een vrouw. Ja, nou, heeft hij dat minder. Ja. Logisch, alleen al door dus, dat. Is nou, zeg maar, tijdens het gesprek is het voor mij nou ook een inzicht. Ik heb het zelf ook nog nooit zo van nagedacht. Maar ik denk dat vader-zoon, vader-dochter, dat is voor hem... Hij wil het ontzettend goed doen met jou. Ja, nee, dus. dat weet ik wel. Ja, maar hij kiest daar een strategie voor die voor jou niet hoeft. Want hij hoeft niet zo bang te zijn voor jou. Nee. Heb je dit wel eens besproken zo met hem? Waarschijnlijk niet dan, want dit is voor jou een nieuw inzicht nu, begrijp ik. Nee, hij heeft wel verteld over die band met zijn vader. Mm-hmm. En ik heb ook wel verteld over... dat dit een andere nieuwe situatie is, maar ik heb in het verleden heb ik even een soort van zijspoortje wat weer hierop terugkomt, denk ik. Ik heb in het verleden zelf bij een psycholoog gezeten en aan mezelf gewerkt. Toen heeft hij ooit de uitspraak gedaan, als ik zie dat het bij jou werkt, dan ga ik het ook doen. Ah, mooi. Ja, dus toen hij dat zei, dacht ik van, oh, dat is fijn, want ja, vervelend om te zeggen of zo, maar ik denk dat hij ook daar heel erg baat aan zou hebben. Hmm. Omdat datgene wat er in het verleden is gebeurd, dat blijft zich maar constant opnieuw uiten in dit. Die conflictvermijding met mij. Want leuk hebben we. We hebben het echt superleuk samen. We gaan naar de kroeg, we gaan lekker gezellig iets drinken, uit eten. Heel tof. Maar zodra er iets van conflict ontstaat, dan zegt hij van, nee, geen conflict, dat wil ik niet. Dat heb ik vroeger met mijn vader gehad. Dat gaan we nou niet doen. En ik wil conflict, hetzelfde vakgebied. Of ja, conflict. Ik wil gewoon een normale, volwassen gesprek. En als je het dan niet met elkaar eens bent. Hij associeert het veel te snel met ruzie. Ja, ik denk helaas. Ik denk toch? Het. Ja, ik zeg fysio, hij zegt psycholoog. En dan zeg ik, hoezo denk je dat? En dan zeg ik, nou, dat gaan we niet doen. Wat voor soort vader zou hij behoefte aan gehad hebben? Ik denk een vader die meer aandacht aan hem zou geven. En ook meer liefde, denk ik. Ja, wat had zijn vader tegen hem moeten zeggen dan? Wat zou die dat behoefte? Hij trots was op hem.
Ik denk dat dit is zo doorgeven. De cirkel wordt rond. Mijn vader is dus uiteindelijk ontslagen uit dat bedrijf. Toen heeft hij een burn-out gekregen. Van zijn eigen vader, hè? Ja, daar is hij gaat ontslagen. Maar dat gaat, dat gaat niet over niks. Dat gaat zeker niet over niks geweest zijn. Ja, maar hij heeft ook al zijn energie erin gestoken. En hij kwam altijd met in zijn beeld leuke ideeën om het te verbeteren. Maar dat vond zeg maar zijn vader niet. Kunnen alles afkeuren. Ja. Toen is hij daar dus weggegaan, heeft hij ontzettend met zichzelf in de knoop gezeten. Daarna heeft daarmee te maken, denk ik dan ook. Mm-hmm. Toen is hij zich gaan opbouwen en nu heeft hij wel redelijk wat succes behaald. Wat betekent jouw toon bij redelijk veel succes? Is het echt succes? Of? Als in echt succes, hij heeft gewoon jaren aan het opwerken van een bedrijf gewerkt en dat heeft hij verkocht. En dat is gewoon goed gelukt? Ja, het is heel goed gelukt. Ja, dat bedoel ik. Je bedoelt redelijk heel veel succes. Ja, ja. Oké. Het is gewoon heel goed gelukt. Ja. Ja, alleen voordat dat gebeurde is mijn opa overleden. Ja, dus het respect daarvoor heeft hij nooit gekregen van zijn vader. Die trots heeft hij nooit kunnen vinden. Dat is grappig, want wat hij dan nou eigenlijk ook zelf doet, is dat hij trots is op zichzelf. Hij heeft van zijn vader nooit gehoord, jongen, ik ben trots op jou, je hebt het goed gedaan. Sterker nog, zijn vader heeft hem ontslagen. Ja. En hij heeft uiteindelijk bewezen dat hij het kan. Ja. Eigenlijk zou zijn vader dus nu super trots op mijn moeder zijn en zeggen, ik heb me vergist, wat erg. Hij heeft het ook wel eens gezegd. Als in, ik wou dat mijn vader nog leefde, dan kon ik hem laten zien, zeg maar, wat ik heb bereikt. Het moet zo'n pijn voor hem zijn. Ja. Maar het fijne is, jij bent er. En de tragische is de trots die jij van jouw vader wil voelen. Hij kan het dus eigenlijk opnieuw aan zijn zoon ook niet doorgeven. Nee. Dus hij maakt eigenlijk dezelfde fout als zijn vader. Exact. Terwijl hij het probeert goed te doen. Wat heel tragisch is. Ja. Ja, zo zie ik het ook. Maar de sleutel ligt in jou. Jij kan deze tragische vader-zoon cyclus doorbreken. Doordat jij zegt, ik ga niet meer op trots wachten. Ik ga het gewoon geven. Aan hem. Aan jouw vader. En daarmee zeg je tegen jouw vader wat hij van zijn vader had willen horen. Alleen jij zegt het. Jij doet dat. Neem gewoon de rol in dat je zijn vader bent. Ja. Er zijn een paar gezeik en ruzies en dan zie ik dat je dingen uit de weg gaat en vind je moeilijk. Maar ik weet dat je dat met goede bedoelingen doet. En als ik kijk naar hoe bedrijf had je opgebouwd en met ons als kinderen. En hoe je bent teruggekomen na dat je door je eigen vader uit de zaak geflikkerd bent. Dan ben ik zo super trots op jou. Ik ben zo blij dat ik jouw zoon kan zijn. Ja. Dit doet wel veel. En dit is wel de goede plek. En de woorden die ik nu kies, volgens mij meen je dit ook, of niet? Ja, dit kan je toch met 100% oprechtheid zeggen? Jazeker. Je zegt, pa, we kunnen prima uitgaan, ik wil iets tegen je zeggen. En dan doe je dit hele ding, gooi het in één keer eruit. Ja. Hij wachtte alsmaar op trots van zijn vader. Jij bent nu aan het wachten op trots van jouw vader. Doorbreek die cyclus. Je bent 24, je bent een slimme gast. Je hebt heel veel gedaan al. Kom maar goed met jou. En je weet wat je kan. Je kan gewoon heel veel. Ik kan dingen niet. Nou, doei. Heel veel mensen kunnen dingen niet en kunnen dingen wel. Dat doet er allemaal niet toe. Ja. Je doet je best en dat doe je oprecht. En je hebt hem niet meer nodig. Nee, dat klopt. Ja. Zo had ik het nooit bekeken. Ja. Om het zo, zeg maar, die trots aan hem te geven. Dat is eigenlijk wat hij... Maar ja, hoe waar, hij zes, zeg maar, waar hij zijn hele leven op heeft wachtte gewacht, en nooit heeft gekregen. Ja, dat is een soort van leeg vakje nog. En hij kan het nooit in zijn eentje vullen, want hij moet dat horen van zijn omgeving. Nee, hij kan er niet bij natuurlijk, nee. Ja, hoe trots hij ook op zichzelf is. Ja, en dan, zeg maar. Ik zie het ook voor me en ik vraag me dan af, heeft mijn vader het gevoel alsof ik niet trots op hem ben? Dat is dan een vraag die in mijn hoofd opkomt. Want hij is bang dat hij dezelfde fout gaat maken als zijn vader. Bij ruzie houdt hij zich dus gewoon in en hij maakt zich echt zorgen of het wel goed komt. En zolang hij zich zorgen maakt of het wel goed komt, kan hij niet trots zijn op zichzelf als vader. Want waarom zou hij anders die conflicten moeten vermijden? Dus hij is heel erg bezig te proberen trots te gaan kunnen zijn. Terwijl jij kan tegen hem zeggen, joh, pa, dat hoef je niet meer te proberen. Het is niet dat het in de toekomst bewezen moet worden of het gaat lukken of niet. Het is gewoon nu oké. Ik ben al trots op mijn precies, vader. Precies. Ik heb het idee dat ik daar wel al ooit heb verkondigd. Maar misschien niet zo. In alle rust, expliciet, zonder dat de andere onderwerpen op de agenda staan. Ja. En dat je hem, in een brief of vertellen wat de vorm is voor jou oké voelt. Ja. Hij hoeft niks te zeggen, er is geen discussie, er is geen ruzie die gestopt moet worden. Er is alleen maar zenden en dat. Vertellen. Ja, en dan, ik weet niet, en dan, zeg maar. En dan is die cyclus vader-zoon, die is dan gebroken. Ja. Want dan is het niet meer de zoon die wacht op de trots van de vader. Omdat de zoon het geeft aan de vader
En het dus zelf niet echt meer nodig heeft, want anders zou je het gewoon niet kunnen geven. Het is hopelijk door dit gesprek, als je kunt uitzoomen naar een toekomst, stel dat hij nooit trots op jou is, dat jij daar je mee kunt verzoenen. Hoe is pijnlijk? Het is pijnlijk. Maar als je kunt incalculeren, nou, dit is het risico van het leven dat dat kan gebeuren. Ja. En ik ben daar nu vrij van. Ja, dan is dat trauma over generaties, ja. Jij hebt dat dan doorbroken. Dat is wel mijn doel. Ja, dat kan je doen. Dat zijn ook gedachten die ik dan heb, van dat ga ik niet doen als ik ooit een zoon krijg. Dat is inderdaad ook het doel, denk ik. Van, ja, maar je kan beter in plaats van je zorgen te maken, geef ik een trauma door aan mijn zoon. Kan je zeggen, nu stoppen en het trauma en door het aan je vader, met je vader te helen, is het gewoon überhaupt het vraagstuk niet meer aanwezig. Nee, exact. Want dan ben jij wie je bent en je mijn zoon en of dochter, weet ik veel. En dan zie je dan wel weer hoe dat gaat. Maar dit hele, is mijn vader wel trots op mijn issue, is dan van tafel. Ja. Het gaat niet meer over trots. Nee. Trots is, jij bent trots op hem. En het kan haast niet anders. Of hij zal zeggen, joh, maar dat ben ik ook op jou. Of dat kan haast niet anders. Ik denk ook wel dat hij dat is. Alleen, dat is gewoon, ja, dat spreekt zich niet zo makkelijk. Maar het leuke is, jij gaat het zeggen. Jij wordt zijn rolmodel. Je geeft het voorbeeld. En jij doet wat zijn vader had moeten doen. Dat doe jij. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd naar hoe die daar gaat reageren. Nou, tof. En dat, we kunnen nu van alles nog bespreken, maar dat ligt dan in de toekomst. Ja. Dus af en toe doen we, hoe gaat het verder met? Podcastafleveringen, heel erg belangrijk. Ja. Heel benieuwd naar hoe gaat het verder met Max en zijn vader. Ja. Ga je dat doen, dit? Absoluut. Ja? Jazeker. Ja. Ja. Welke termijn? Zo snel mogelijk. Ja. Ja, het probleem is al wel een aantal jaren zeg maar gaande. Dus ik wil, het is heel tof als dit gekanteld kan. Ik kijk er ook heel erg tegenaan, dus ik ben ook echt op zoek naar zo'n inzicht. En ik had dit echt nooit verwacht. Ja, tof man. Wat tof. Ja, ik dacht zelf al heel het probleem uitgekiemd te hebben. Zeg maar. En voor jou is de kunst om jezelf om een veel groter podium te geven. Dat je echt durft de plaats in te nemen van ik als zijn zoon, maar ook als zijn vader. En ik ben niet een afhankelijke die wacht op zijn trots of goedkeuring. Maar ik ga hem gewoon helpen. Ik help hem. Ik ben er voor hem. Daarmee moet je ook jezelf dus op een groter podium durven te zetten. Maar dat kan jij wel. Dat ga je wel doen. En dat is een rol natuurlijk die je als zoon gewoon niet zo snel neemt. Ja, nee. Ja. Ik denk dat dat ook zeg maar de blokkade was. Ja, je bent zoon en je denkt, nou ja, hij moet er maar zeggen. Ik beweeg mee en jij neemt hem nu bij de hand als het ware. Mooie inzichten. Ja. Ja. Nou nee. Vertalen. Ja, nou ja, spannend. Ja, zeker. En ik wens je veel plezier ermee. Plezier. Ja, heel erg bedankt. Ja, met alle plezier gedaan. Wie weet. Ja, ben benieuwd. Bedankt voor het luisteren. Bertolt noemt in deze podcast zijn boek De Techniek van het Omdenken. En daar is dus ook een luisterboek van. 8 uur lang het zoetgevoiste stemgeluid van Bertolt Gunster. Wie wil dat nou niet? En ondertussen leer je ook nog meer over omdenken. Je vindt het audioboek van en dat spel je H-U-H, vraagteken, uitroepteken, onder andere op Storytel, bol.com, Kobo, Libris.nl en Luisterrijk.nl. Volgende week verschijnt onze kerstspecial met audioberichten van jullie, onze luisteraars. En daarna nemen we even een korte break. Maar in het nieuwe jaar gaan we sowieso door met seizoen 4, dus je hoeft ons niet lang te missen. Wil jij nou ook eens te gast zijn in deze podcast? Dat kan. Ga naar omdenken.nl/podcast. Daar vind je een linkje naar het aanmeldformulier. Het kan even duren voor je iets van ons hoort, maar wie weet zit jij dan wel in het 4e seizoen van onze podcast. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.